alles gebeurt in... Welkom bij een nieuwe aflevering van Tap a Bankstel. En onze nieuwe gast is Alphen. Mensen, want velen maken die fout. Het is geen Alphen. Het is Alphen Roosevelt. Alphen is van de Chipmunks, maar dit is Alphen Roosevelt. Is een nieuwe directeur van CDS. Wel. Hij is zeer bekend geworden de laatste tijden. Veel besproken jongeman, intelligente jongeman. Hoor rekening aan Sanati. En in oma win aboidis naar een taki. Een takman. Een heleboel vragen. Een van die vragen is, waarom die panje overal? Andere vraag is, waarom die omwenteling? Mensen kennen hem niet zo. Wel, vandaag ga je alles horen. In de keuken staat Bendo. Breakfast with Bendo. En Bendo gaat goochelen vandaag. Breakfast, don't cut it no more, heren. No cut it. Dus het brunch. Brunch. Breakfast en lunch. Breakfast en lunch. Jullie hebben het gehoord. Maar deze jongeman gaat vandaag goochelen met... Struggle. Struggle. Usaba, die zit al. Thuis Moet je dat zo mooi was? Weet je wat zo mooi was vandaag? Die neemt ook bij en toch. Dat gewoon is mijn lukumitak van staan. Tekkeletik simpel. Maar het is niet meer zo goedkoop. Nee, het is niet meer zo goedkoop. Net als sardine. Ja, het is niet meer zo goedkoop. Maar Bendo gaat vandaag maken een... Fried noodles. Fried noodles. Met kip en rund en ei. Met kip, rund en ei. En dan gaan we lekker eten straks. Ik ben benieuwd wat het allemaal wordt. Ook onze kok, Tilman. Dat is onze kok en dit is onze kok, Tilman. Ja. Is ready. Yes, we gaan die man vandaag ook weer een lekkere cocktail geven van Mix & Serve. En eigenlijk is dat ik bij mijn takkie. Dus, ik zal even koken. Maar heb je al een speciale? Wat jullie hebben de combinatie toch? Nee, het idee moet het allemaal rustig, want seks on the beach. Hey. Dus jullie hebben het gehoord, seks on the beach. En mensen, kijk, kom kijken, kom jullie kijken. Vanaf vandaag zitten we op nieuwe banken. Amal is voor mijn blokje, Amal tegen die dag zeven. Ik wil je sponsoren met nieuwe banken, want mijn loop de bankje vie. Dat we dus kijk hier. Dit wordt het vandaag. Waar is hij? Kom even. Die naam. Ik moet die naam gaan oefenen, ja. Wat is die naam? Bush Jits meubelbedrijf. Bush Jits. Bush Jits. Mensen zeggen het na. Bush Jits meubelbedrijf. Het is een jonge man, een jonge ondernemer. En je weet dat op een bankstel power à la jong ondernemer. Is dat we toch? Dus vanaf vandaag ga je ons dan sponsoren. Ja, zeker. Met nieuwe banken. Die banken van mij waren niet goed, no? waarom? Geen commentaar. Mensen, laten we gaan kijken en luisteren naar Alphen. Nee, stop. Mag mijn vriend niet vergeten. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. Die schoen niet. Altijd weer aanstellen. Laten we gaan kijken en luisteren naar Alphen Roosevelt. Welkom kijkers, welkom Alphen, want een heleboel maken die fout om te zeggen Alphen. Want Alphen is Alphen en de Chipmunks. Cijfer. En Juna Alphen Roosevelt. 100.000. Maken jullie die fout nooit meer. Alphen, we beginnen vanaf het begin. Yes sir. Waar is Alphen geboren?
Waar poku de fasa na chon abra bro ku bro. Oh? Ay, hon de sen. Serious? Serious no extra. Hoe was het daar? Ik weet het niet hoor. Ik had een heel erg strenge grootmoeder. Dus eigenlijk kan ik aan de bed maar uit hoe ik grow up. Ik wilde lekker naar in Oze. Ik grow up bij in de gastraat. Ik wilde het niet. Dus het was leuk. Het was aangenaam. Maar want eigenlijk bij Abraham begin direct met die meer Abra Broki. Bij Abra direct go naar hoe was het daar opgroeien. Maar ouders, wie zijn je ouders? Meneer Roosevelt. Mm-hmm. Dat is de man die ik mijn vader noem. Mevrouw Eline Bel, dat is de vrouw die ik mijn moeder noem. Twee mensen die eigenlijk hun een grootste deel van hun leven bij Kersten hebben gewerkt. Dus ik ben een Kerstenbaby. Wanneer na de school daar boren, wat Kersten. Hola. Met Barrio. Maar bij de na Kersten, abrasie. Dus gelukkig bij de boekhandel. Dus herdien ik nog zo die nu aan boeken erop. En dat was het op een gegeven moment van Abraburiki Ujompo was Sabolo. Volgens mij toen ik 7 of 8 jaar was, mijn makkies van stichting Osso Drape of Bay. Van stichting Osso Drape. En vanaf toen na Kasabolo, Teleku. Spread the wings, though, do big do e. Wanneer is Alvin geboren? 10-5-7-7. 10-5 is mei. Yes, sir. 7-7, dat wil zeggen Alvin is nu? 44, je kan het niet keren. Put wat fysiek, put wat bakasie. Anego. Tassen. Anego. You don't know, want je hebt gesproken over Kasabaolo. Ben je daar op je hele, je vanaf Abrabroki geboren? Ja. Yeah. Daarna naar Kasabaolo. Yes. En daar ben je dan verder op gegroeid. Draputang. Draputang. Maar en hoe was het op Kasabaolo? Ik kan me herinneren. Het is mooi om te zien of je ziet het verschil voor nu en afos. En die Udoro Sabaolo. Op minder CPC. Dus tamen ga bij bestaan. Dat het was een zandweg. Alle zandse de alleen de straat. Tussen die straat. Alles een boekoe straat. Dat is nog bij bestaan. Je had een zandweg ongeveer een kilometer naar achteren. Dat je bij Kisabaolo. Zeker wat of toe ook nog bij de Uber, want de eerste sma en dat je achterop moet ons zoeken. Het was cool, wanneer je naar school ging, had je een paar keuze. Of je bij Kaboro kwam, dan kan je moet ons zoeken, je kwam PMD, kwam om bij Rij. Of je reed café, je wakka café C, je kwam Tamijn Gabus, of je kwam CBB, je kwam alleen 9. Of je spama crew, dan loop je naar school, dan heb je zak geld naar Barrio. Elfen, bij welke familielid zou je tijdens de vakantie. Of laat me het anders stellen. Bij welke familie zou je niet willen gaan logeren? Niet willen gaan. Nee, niet willen gaan. Is dat altijd jabadati? Nou, eenvoudig. Nou, eenvoudig. In een brief met hem tegen, mijn grandma bij jou eenvoudig. Una city. Una tungsi formati, una jugu. Vakantie pe jou go. Je jayotang. Dus vakantie na drapu bij dekba. Oma, une go moksi gua gua sma. Maar hoe groot is, hoe groot was dat gezin? Vrij groot, man. Mie de bezig geschreven van Tjimbo Kununu de tradie. Mie teer mie door 21 kleinkinderen in one camera. Dus ik heb, mijn moeder heeft een paar broers. Als ik me niet vergis, dan waren zij met hun 11. Wawakagwafis, dus zijn er met hun 10 nu. Dus dat was al een groot gezin. En de grapje in Belay, dus het was. Ik ben een brieftangen uit de kinderkamer brunch en zo behoort. Zo voor ons, man. Het was geweldig opgroeien daar. Het was geweldig. En nu ben ik moxie, hoe ben Sari Goes? Maar hoeveel broers en zusters heb jij? Ik heb 1 broer en ik heb 2 jongere zusters. Maar trouwens, dat vraag dat niet klopt, moro. Want je bent goed aan zo'n grandma. Dus dat was het echt een familie. Drapo bede. Familie. Oké, Elvin, waar is Elvin op school gegaan? Waar is het begonnen, de school begonnen? Dat is een verhaal op zich dus. Met jonge pokoe was koron op tien zo toen, zie vroeg. Dan pasang aan een zeur drapen. Hé? Maar zei die pasang aan zeur? Hore. Na de break.
Kies nu uit het snel en supersnel mobiel netwerk van Telesuur. Connect nu met superdata en geniet van videobellen, online gaming, mobile TV en meer. Supersnel internet op jouw toestel. Altijd online en connected big time. Telesuur, keeping us in touch. Lekker. Check de achterzijde van de labels voor heerlijke recepten. On the number 896-2301. Wil halen. Probeer ze allemaal en proef de natural power van Chiqui. Chiqui vruchtensappen van Michi. Super fris en onweerstaanbaar lekker. Michi, de trendsetters, the best in fruit drinks. Goedemiddag, papa. Are, San Juan Ibai. Ah, mensen, ik ben Evert, papa. Evert, die maakt je dit? Nee, jouw post doen, die lekker goed, papa. Schrit, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, jai. Hai, behoed. De snelle keuring. Sit. Evert. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606.
Kies je voor kwaliteit? Dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze impactservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Hi Alvin, maar voordat je doorgaat met die tori van die zuster, ik heb verschillende smaken. Ik heb passion fruit. Ik heb, laat me zien, mango. En ik heb ginger beer, gemberbier. En ik heb die umbrella. Dat is die pommelicitair. Pommelicitair. Wat heb je in umbrella? Hi, no, wat is het dan zo? Iwana DC? Ja man. Dat is van Michi. Was it in so? Ibo abi black mirror sana umbrella. Nee nee nee, this that's got tekening. Want wat jy abo fas me too. Maar dis kom pom de citer. Trouwens volksmond weet ek pom de citer. Maar dis pom de citer is op so Frans. Dan hou ek vir proosten Elvin. En mens hoe dat so mooi is, is my directeur hoor. Maar hier is hij geen directeur, hier is hij Alvin. Dus hier telt alles. Andere regels. Mm-hmm. Je hebt een pomme de citer, toch? 100 na 1. Ja. Hey Alvin. Asseur. Dus, Luko. Migo toen si vroeg ka scoren. Waarom? Ik ben tak furu. Oh? Ben op tjim pokai. En ik was veel in de schaduw van mijn broer, toch? Dus alles aan samen bedoel, ik ben toe. Mm-hmm. Dus dan man gua scoren, ik gua scoren toe. En dat de man tak laat hij meelopen. Alles aan bego boom. Maar dat druk kon daar heeft je tak, you know man, baby, you know what, you want play here die. Dus mis doen die, misschien de man begint koeien record om tapu, sir, pater, ala des maar zo. De man tak im gue, mis tak, wat bedoel mim gue? Go pay. Ja, you know man, gua scoren morgen. Sang, en sir be bari toch, sir be brito, wat zien zo. Dus dat sir bar me, dat die sir bar me, dat mirik, dat sir bonak me. Nam longo in wat uku, dat sir begint koeien record om tapu, dat mirik, sir o grab me, nam fleret. Nam grab one tiki. Dat een familie grab a tiki, nam swai. Dat tiki broko. You know, bribi yon, atiki broko dat atiki kotseur. Oh, Jesus! Sang, ee. Afschrijven. Afschrijven. Milongwa also inbrengen. Tak had bedoeld dat om de bok drapen na mina also. Milongwa also. Nooit meer heb ik de banken gezien daar. Her jari bakatrari. Maar, mama heeft niets gedaan. Ja, tuurlijk. Ik mocht niet op die school daar meer gaan. En ik wilde ook niet, want mijn vrede helemaal vallen. Ik dacht, ik ga naar de maas bakken. De maas ook voor mijn hart verscheuren. Dus dan had ik eerst de... aan de Burenstraat was ik eerst op school. Richard Fulaire school. Bakkarat Verwijn school, CR Verwijn. Mm-hmm. En bakkarat Ujong, had ik Lico, klaar drapen. En mijn laatste school was Gunasat. Gunasat. Yes. Heb je een klas over moeten doen? Ja, man. Welke klas was dat? Milo. Klas 1D. Maar putu in een klas dan in berikata uitdaging bij Laina also. Bekies van furo en dat omor mi bekies van omor mi bespaide. En was ik in de domme klas. Dus een klas BD, dat was een quick favor van koppijn. Dus ik miluku de mensen kon boe uit dat klas. Sumar, heb je enkele bekende?
Carlo Profeet. Carlo! Ay, Carlo. Maar nou, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik ben een man, ik Orfeo Lont. Lont, Rensproject. Ja, ja, ja. Je kunt die weer drapen, hè? Drapen, ik moet zo fris. Ik moet het goed vallen. Dus dat ben je aan de oefen. Ja, dat na dat de man zijn, zijn besabete. En hoe man. Eerste jari, aan de go toen ze boeren. No, 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 no. Abe de ajari, voor geen brood, geen school, dus drapen, no, ben mooi toen ze. Oh, je was ook in die acties? Hij te veel. Nooit in een soort of? No, toch, dat is. Ik ben afini die George. Ik ben begin opolo, aan de no, je kies meer, brada. No, no, no. No. Alphen, droomban, had je een droomban? Ja. Wat was dat? Advocaat. Niet aan een boom, maar ik wilde absoluut wel meester in de rechten zijn. En ik wilde, dat is wat ik wilde doen. Wacht, we worden verwend. Alsjeblieft, ik heb hier een lekkere cocktail voor je gemaakt. Sex on the beach. Dit is voor jou. Maar dat is niet niet lukken, man, zo. Omdat... Ik heb een bar, proost. Sex on the beach, proost. Pasta strande. Opname die zo ben doen in Miami, jong. Echt wel. We zouden eigenlijk buiten zitten, mensen, maar... aware. In een mapela weer moro. Je weet, onze locatie is Olifant. Maar we zouden buiten zitten, maar... Die man daar boven heeft anders bepaald. Dus dat is Donja lekker in het gebouw. Amma, vie boom? No, dit is na tap ai. Dit is mijn twijfel. Mama boom. Ai, we waren gestopt bij een... Amma, kostoro, jong. Je had het over... School. Ai. Nee, droombaan. Droombaan. Ai, werkelijk, jong. Afkati. Afkati, dat moet je doen altijd. Ik denk dat ik een beetje veel dingen heb meegemaakt in mijn jeugd die ik als onrecht heb ervaren. Dus van jongs af, ik ben op zo'n stand van dingen recht trekken, isabi toch? Mm-hmm. En mensen verdedigen die eigenlijk geen stem hebben. Dus dat was absoluut mijn droombaan, Afkati. Mm-hmm. En waarom ben je het niet geworden? Waarom ik het niet ben geworden? Mm-hmm. Ik heb een paar keuzes gemaakt in mijn leven, denk ik. Ik denk een grote valkuil, wanneer je het niet hebt, is dat je soms te hard wil gaan om het wel te hebben. Is dat toch? Dus ik heb mijn last focus voor scoren op een gegeven moment die ik ben middelbaar. Dan heb ik focus op mijn money. En daar mijn stop. Ik vond het niet zo belangrijk meer voor Clara score. Ik vond het belangrijker voor onderhoud, mijn schreefie. Ik was al heel vroeg uit huis. Maar op mijn 14e was ik uit huis. Gaan en komen. Dus daar. Ja, je gaat even naar je appartement. Even maandje weer hebben. Dat noem je nog boven. Dus die drang om en de noodzaak ook om zelfstandig te zijn. Heeft gemaakt dat ik die baan niet ben achteraan ben gegaan. Maar kan je eerste baan nog herinneren? Mijn eerste baan? Mm-hmm. Bij eerste, money. Jamang. Mijn bedrijf van computer training. Dat ben wel mooi, hoor, man. Ik heb ook op gemeente Landsweg. Ik heb een Office Max. Bij op een bedrijf. Uh-huh. Dan bij Fernandes Bakkerij de draak. Ja. Dan mijn bedrijf een computer training. En mijn drie training dat een docent wil je boenen. Dan van mijn bedrijf kletskoos bij. Dan aan mijn kong. Dan mijn gos naar vissa klas. Dan tegen mijn kom ik herhaal zo doe SD. Mijn bouw alas mijn ding. Dus dat u herhaal. Dan directeur snap je piep me. Dan aan je roek bij. Dan directeur ook haar met taxeri kessa. Tamara. Mogi abu kumi, dat je klaar Tamara. Ik dacht, oké, ik oefen je nou, dat oefen je dat wakker. Ik dacht, ik doe mijn examen, mijn slag lijkt beste. Maar abu kumi dan aan mij. Dus aan het dag niet bespiek, maar computer bij doe. Ja. Dus dan klaar dat hij, en dat was mijn eerste serieuze baan. En zo ben ik gerold in ICT, dat met een computerdocent tapliko. En dat bij wakker. Hoe lang heb je dat gedaan? Het laatste jaar heeft mijn tapliko 1. Mijn begilest tapliko 2. De no besabi. Dus ik ben ik dat kwasi mina student trasi mina. Trasi mina. Abe waka. Dan ben ik op een spede leerkracht toch. Dan ben ik op ala to scoro. Amanga het go seri. Isan dus no. Amanda ro wandi ma mi echt mi de beweri. Dan man tak je ben nog steeds op de middelbare school hè. Ik had je gezegd dat er niets van je terecht zou komen. Dan man de bi zeg je tikana a presentielijst toch. Dan man tikan voor leerkrachten. Dan zei hij, mag ik die presentie lezen? Dan zei hij, voor welke leerkracht moet je het brengen? Dan opa Tori, dan teken Roosevelt. Ben je man de leon? Ben je man de leon? Ik heb een fijne dag, meneer Kang Milan. Hey, tof Tori. Dat is een goeie. Hai, awaka even. Even, wat is mooi.
je liefdesleven. Mm-hmm. Daarover mogen we ook praten, toch? Jullie mogen alleen, kijk jullie antwoorden. Jij moest advocaat worden, hoor. Echt, je moest advocaat worden. Oké, mijn liefdesleven is zo. Nee, ik ga die vraag stellen. No. Elvin! Nooit even in de bank stellen, maar stel die vraag. Nee, Elvin. Hier, ik heb je gezegd. CDS, jullie hebben drie keer. Ik ga weer de chef Tamara heren. Hier, stel die vraag. Elvin. Stel die vraag. Heeft Elvin een vrouw? Mami Gado, ik heb liefdesleven. Moet ik zei de auto. Het is een heel simpele vraag. Mijn vrouw, mijn kinderen. Echter heb ik één ding geleerd in deze baan. Ik ga deze baan waarschijnlijk 10 jaar gaan we het doen. Als ik kijk naar hoe deze regering het doet. Maar daarna moet ik teruggaan naar mijn privé. Daar ben ik weer al van. En waarom ik mijn privéleven niet erbij haal? Omdat zij niet samen met mij hebben gekozen hiervoor. Dus laat hun privéleven zijn waar het is. Maar er zijn wel kinderen. Ja man, ik heb waarschijnlijk de slimste kinderen die er zijn. De slimste jongen. En ik heb een vallend mooi meisje. En ik hou echt van ze. Dat nam ik Ati. Oké. Maar nog een laatste vraag. Dawo Abra. Yes. Je bent niet getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Waarom ben je niet getrouwd? Niet getrouwd? Ik ben niet getrouwd omdat ik een keer zou trouwen. En het is niet gelopen zoals ik wilde. Dus ik denk, ik heb van Jeroen en Kissy dat we doen. En ik van dat hij dat nog dat hij. Wat is gebeurd? Wat is gebeurd met die ene? Ik ben ook een tongsie voor om eerder bespang. Echt om eerder bespang. Ik was te veel buiten. Ik was meer buiten dan binnen. En ik had echt die drang. Ik had mijn eerste kind. En ik had die drang om de vader te zijn voor mijn kinderen. Die ik niet had, toch? En die fout die ik heb gemaakt is, ik had het materiële veel naar voren geschoven. Dus ik ben een stash de man, dat ik iedereen moest zitten en zo. Maar alibi naar balance. En ik ben niet dat ik mijn persoon toe had, want hij leerde dat ik als aan naar balance. Als aan naar één, ik moest man, die de man zijn maar wani, materieel. Maar aan de andere kant, een lobby, een ding, een aandacht, een belangrijk toe. Dus uiteindelijk mee door op. Maar hoe compenseer je dat nu? Want nu ben je, heb je drukker. Ik ben veel met mijn kinderen. Ik ben veel met mijn kinderen. Dus je zou het niet willen geloven hoeveel ik met mijn kinderen ben. Ik ben veel. Ik probeer dagelijks met mijn kinderen te zijn. De biggie boy missionetje is zo minder. Maar toch, zolang we een vrij moment creëren. Haar kom. Ik ben veel met ze. Oké. Dus dan gaan we daarmee stoppen. Want ik heb een tak over hem morgen. Maar we gaan naar de FB vragen. En ik ben 100% zeker dat je in piep loeko. Hey, zo tot mijn grote spijt. Je loeko. Je zo op Facebook. Mijn loeko. Mijn voeg aan loeko, jongen. Mijn sap tak in loeko. Mijn voeg aan even. Ben je ready voor die Facebook vragen? En ik mag alle vragen stellen, want die mensen worden boos op me. Allemaal mag je stellen. Weet je wat dat ding is? Die mensen worden boos op me, ze begrijpen het niet. Dat jullie zoveel vragen stellen, mijn man stel alle de vraag. Het duurt maar 45 minuten. Of mijn stel alle de vraag naar 3. Vooral de vraag voor Elvin. Ga ik een heleboel opnames moeten doen. Dus we gaan straks, we gaan nu naar een break en dan komen we straks met die Facebook vragen. Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco. Met TeleSuur Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby. Connected, I say. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch. Check de achterzijde van de labels voor heerlijke recepten. Goedemiddag, papa. Are, sawa ni bai. Ah, men suku Evert, papa. Evert, ni matide. Nee, jopos don, direct po bueno, papa. Srut, srut.
Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal aan. Arre, oma, ajaj. Hai, behoed, behoed. De snelle keuring. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Probeer ze allemaal en proef de natural power van Chiki. Chiki vruchtensappen van Michi. Super fris en onweerstaanbaar lekker. Michi, de trendsetters. The best in fruit drinks. Ja, en we zijn terug, we zijn terug. Mijn god, dus 11 botegen eerlijk. Meneer Sapeer was is my was you. Marie was, as maar zei was you, it was boom. Eén. Nieuwe meubel. Amanko, amantak van nee, hij moet op een nieuwe meubel zitten. Kijk hier, alleen maar presentjes alleen voor jou.
Sosogiu, presentjes als presentjes. Simextra International heeft dit ook voor jou gestuurd. Speciaal voor jou, ginger ale. Ja, bij die smaak kolok ons king. Met tegi, boy. Dit is water met een gember smaak. Want was het in dalek. Ja, was het in dalek. En nu wank is het toe, maar was boon toe heren. Ik is net die ene baby die dit is bij. Nee, maar je krijgt een hele doos. De maak van simpel. Eén voor jou en een doos voor hem. Dus dadelijk. Maar we gaan nu naar die Facebook vragen. Mm-hmm. Dan moet je eerst vragen. Want ik ga luku en een heleboel kritiek. Hoe ga jij om met die kritiek? Je moet eerlijk zijn hoor, Elvin. Simpel van waar ik kom. Mm-hmm. Ik kom vanuit de achterstand. En als je een keertje op mijn Facebook wil kijken, dan zal je zien dat ik daarin geloof. Ik geloof van, mijn onderdog en mijn brieven in Winnie Bakka, ongeacht soort positie is daar. Dus een kritiek, soms me lees ik, soms me niet lees ik, soms kies ik ervoor. Maar er is altijd iets goeds dat je eruit kan halen. Als er een stukje onbegrip is, of dat mensen iets anders begrepen dan het echt is, dan weet je van, dat komt anders over dan gepland. Mm-hmm. En soms is er gewoon, weet je, we hebben heel veel tijd in Suriname. Maar anders dan dat, boy. Het maakt je alleen maar sterker. Je moet eruit leren. Mm-hmm, mm-hmm. Je moet eruit, alles is er iets te halen. Oké, dan ga ik lezen, want die mensen klagen. Dus mo lees ik dit nu. Mo lees ik. Ik heb een goede vriend. Kijk, Vanessa Riedewald bijvoorbeeld. Vanessa Riedewald vraagt... Oh jee. Hey boy. Vanessa Riedewald. Waarom worden kritische opmerkingen tijdens live uitzendingen geblokkeerd? Mm-hmm. Wat is want toe? Ja. Maureen Defsa, die zegt, kruisje hoor, zomaar je lasiting, hij jokt als tokie. Natalie Hasselbank, die vindt van, boy, je moet voor toch, je moet... No, nee, ze heeft gereageerd op dingen. Nee, maar ik heb een mooie hier van Georgi Gimit. Die moest ons hebben dat hij is van Bribi. Vraag hem als eerst om eerlijk antwoord te geven op de vragen die je hem zal stellen. Mm-hmm. Onpartijdig te zijn voordat je verder gaat. Dus volgens mij moest ik met deze vraag beginnen. Je moet eerlijk zijn op alle vragen die gesteld worden. Dan ga ik nog één lezen. Ja. Dan wordt door. Ja, dit is een mooie. Wat betekent die panje die hij altijd om zich heen zet. Zij vindt het niet netjes bij alle gelegenheden. Mm-hmm. Wat betekent dat? Laten we met die vraag beginnen. Mogia Ashat versie. Ik heb veel momenten in mijn leven gekend waarbij ik het gevoel had dat ik er niet mocht zijn. Toch? Veel serieus? Momenten. En ik ben er nog steeds. Ik daarom geef ik mensen ook veel kansen. Geef me één van die momenten. Want dat is nou een groot ding. One simple one. Soms maar onderschat soms. Als je het tweede kind bent. Mm-hmm. En mijn broer nou hier. Tralibis maar vooral doe bij jongen. Toen door een pressie. Mijn nou introvert dus mee ons doen. En mijn volgt dat ik zo maar die na pressie. Ik zou het wel een beetje kaolo. En mijn dat na shine. Dus op een gegeven moment. De man bekaar me naar mijn neem. De man bekaar me aan mijn broertje. Is dat wat? Dus eigenlijk, ik ben abafier, ik eigenlijk niet tegen jong. Want, is dat foto? Familie is er even, ik ben ka familie. Kijk broertje, is dat foto? Maar ik dacht, man, nee, man, boem, nee. En dat, ook, het tweede stand, dat schokt me echt bij de, mijn eerste liefdesrelatie. Bij je denk ik, je gaat zo voeren, maar je eet gewoon toe zijn verkeerd bij mij, wat kan je zo mis. En dan, je kies gewoon vier, dat ik niet mag. En dan, op een gegeven moment, je me kwam keus in jullie bij jongen, dat eigenlijk in een keus. Mij probeer voor stappen uit de libidis. Zeker een 20 jaar terug en mijn tang. En ik ben zo dankbaar omdat mij abafiri dat mijn keus lijkt voor mij ken. Is dat wat? Omdat mij ja ondanks alles. En apangi vaak sma en vindt dat aan het horen thuis. Als Afro-Surinamers hebben we weinig van onze cultuur dat we openbaar een plein publiek hebben. Want waar is je prapi? Mm-hmm. Je kamer waarschijnlijk onder je bed. Mm-hmm. Je kalabas is in die prapi onder je bed. Mm-hmm. Dus wat van je stel je openbaar tentoon? Mm-hmm. En dit
kan niemand me weerhouden om te hebben. Is dat wat toch? Mm-hmm. Het kan er zijn. Het is er bij de president van dit land. Mm-hmm. Het is er in assembleevergaderingen. Het is er in meetings waar ik eigenlijk van waar ik kom misschien niet zo moeten zijn. Maar het is er. Mm-hmm. Ondanks alles. En dat na allemaal een teken. Die in jouw massa het twijfel of je mag. Je mag. En in een nuance maar toestemming van hoe de voet. Je mag. Dus die is nou een pis voor mij. Ze het dat ik mag. Desondanks. En hey, fossi, dan me bedenk ik dat wat gaan mensen denken. Wansan sam mi tek voor man, fossi mi no be stek de man. Dan me leg me even om tien kulturen san uit. Is dat fato? In a kulturen abon, sabi, dat doe de mensen krijgen pangis die niet gestekt zijn. Is dat bito? Man tak, hey, dat libi, en zolang hij ja, stek aan mannetjes. Dat heb ik dan meegenomen. Maar voor de rest, als je het niet mooi vindt, ah no, een beauty contest boy. Nou, een pis voor mij. En dit neng. Maar dat, ama moest doen encouragement. Alles massa et twijfel, if hij mag de, maar vooral if hij mag de is refi. Ja. Hij mag. Nee, trots op. Maar hebben ze moeite, heeft de president een opmerking ooit iets gemaakt? Wel, is allemaal zijn mijn app. Wat man zijn allemaal app. President, die pangie staat niet om die man zijn hals. Hij moet zich statiger kleden. Man zijn app kon geven. Mis doe met hem aan pres. Dit is na 11. Hoe kies mijn nanging? En aan ook weer. Maar mensen, weet je, mensen hebben hun beeld van hoe dingen moeten zijn. Wel, is ons meteen niet van ja, maar je baard eigenlijk als gezicht, haar, facial hair, doesn't cut it. Hey, weet je, mijn baard is bij mij, mijn pangie is bij mij, dit is een pakket, deal daarmee. Dingen, YouTube heeft een poku, in Arka poku. Be yourself. Nee, ik jok, het is geen YouTube, sting. Mm-hmm. Be yourself no matter what they say. I'm an alien. Ja, dat na liep ik bij. Elvin, meest gestelde vraag op Facebook. Yep. Of opmerking op Facebook. Een heleboel mensen kennen je. Je hebt lessen gegeven aan ze. En ze zeggen, we herkennen die Elvin niet. Mm-hmm. Wat is met die Elvin gebeurd? Iemand heeft het mooier gedaan. Ze hebben me gezegd om die vraag te stellen als je een opleiding hebt gevolgd om arrogant te worden. Oké, dan kom stel je een vraag. Mm-hmm. Ervaar je me in het dagelijkse leven als arrogant? Nee, ik moet eerlijk zijn. Ik moet eerlijk zijn, misapio, is dat je toch? Maar ik heb dat nog niet meegemaakt. Ik ben een extroverte introvert. Mm-hmm. Introvert. Dus ik ben veel in mezelf, veel met mijn gedachten bezig. Veel planning the next move. En waardoor mijn gezicht soms strak is. Mm-hmm. Is dat wat, toch? Maar put me op een podium. Probleem. Hé, hey, we zijn geen gevaarlijk. Probleem. Allee, gisumas doe in de zaal. Dat is die elfen nog steeds. Mm-hmm. Maar weet je wat? En jij bent artiest. The stage changed. And if the stage changes, dat mino kan disregard me blessing. Dat mino verander me. Want alle verandering, if once maar tegen me dat elfen niet verander, boy, misschien like one blessing, hè. Omdat sabo de if bakatiari asma bemit miras mata kyon elfe itasem dat want tak mino gro. Ik denk niet dat je in je hart, in je ziel, wat je gelooft, ik denk niet dat je daarin verandert. Je wordt wijzer. Maar je hebt andere. Je doet een trouwere konu. Dus op het moment dat ik draai een persconferentie, dan doe ik een klas, dan draai een motivatie, dan draai een persconferentie om me vertegen worden. Amoro, bij die massa is donder, op vaak genoeg, VP, regering, alles aan. En dat komt clean tegen contact de maïs af. En dat is het. Dat is misschien dan het strakke, het serieuze voet, te midden op een rol dat. Maar een rol kan ik aan de. Een man in zee, een ati, maar ze meer een boskopu altijd naar lobby. Je moet die vraag nog beantwoorden van die dame die heeft gevraagd, toch? Live, waarom je die mensen weghaalt? Die kritische vragen. Ja. Wanneer mensen uitschelden in de live, halen we ze eruit. Wanneer mensen opmerkingen maken die er niet aan toe bijdragen. Vooral nu, kijk bijvoorbeeld met deze pandemie. Daar heb je een gevaarlijk ding van, ga je vaccineren, ga je niet vaccineren. Mm-hmm. Ik denk dat je vrij moet zijn in die keus. Maar ik denk wel dat je die informatie tot je moet nemen. Want waarschijnlijk heb je informatie tot die boom. Dat je vindt dat, boy, ik denk dat ik dat miskeren en vaccineren. Maar dat is jouw keus. Wanneer je informatie gaat spuien die kan kinka discussie en zijn jeppie, dat in een horen erop thuis. Maar if you want draag bij, mina discussie man, mina debat man. Dus if you want going on debat nang of if you want pompo aan zijn kotap mi privé wall, of in mi inbox, wo debatteren, mo gia info altijd, mo kom clean. Maar drape in kombum. En if you want tra mening, ik kan ventileren altijd. Maar ja, ba respecti van oude, omdat na kabinet van president. Oké, kabinet van president. Hoe ben je in de politiek beland? Hoe ben ik hier beland bij de VAP?
Want ik was is het altijd hier begonnen? Al, nee, ik was altijd al geïnteresseerd in de politiek. Ik was bij andere politieke partijen. Welke? Boy, ik was bij andere politieke partijen. Welke Elvin, welke politieke partij? Zij die nog elkaar aan denk? Andere, omdat Motegi zei dat ik weer erop heb dat je begrijpt, maar dat is dan ook duidelijk niet alweer de masking. Maar ik was bij andere politieke partijen, dan ben ik allemaal andere. Het hangt nog aan mij was in de samenleving. Hoe ben je de jongere van partij dan? Dus heb je allemaal bij de voorzitter, hoe ben je haar, hoe ben je doen aan tan tan tan. En hoe ben je hem, hoe ben je de straat, maar hoe ben je ook op straat, hoe ben je op veld doen aan. Mis doen na een meeting, en vaak genoeg de man betitelen een partij dat lijkt wel een eerlijk partij in zee, maar ook gewoon naar door zee. Dan mis doen na orga dat de man dat hij maakt kennis met het jongerenbestuur. Mijn jongerenbestuur. Dan lijkt die niet ook zo dat de man dat hij met kennis aan haar eigenaar. Ik bedoel dat met een paar hypotheek. Dus dan met chanten aan de man even, maar de man dat nog boy, die is naar jongerenbestuur, die is naar de man voor nu. Dan graag ik me toch. Dat zeker 10 jaar in mijn doen ik zie naar politiek. Dan mis doen dat ik lukken me kondre. Dan mis ik wel een keuze. En een keuze is op te maken naar een somma mij de ook toe, naar mijn huidskleur, naar alles aan voor mij. Want volgens mij met een keuze, dat heb je een zonde derde reweg markt. Dat mis je Tjanewa Kapsa, president Chandrika Persat Santoki. Dat mis je naar mijn pchimant op mijn skoro. Dat olang mij ook samen, want allemaal bevind racist. En mij ben John Fokonja, maar mij nog kon even mij discrimineren. Dus dat mij ko. Mais avec sa sécurité, il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de conformité. Il n'y a pas de téléphone à chien. Il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de discriminé. Et d'ailleurs, je suis entré. Parce que je suis dit que je suis dit que je suis dit. 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 De perceptie van hem zo is. Van wat zijn achtergrond is. Bij wie hij is opgegroeid. Zijn de verschillende bevolkingsgroepen samen bij Abnamalon. Toen zijn de Igi de bevolkingsgroep samen bij Inamaskin. Per mij stak no, mi bunja. En natuurlijk, alles aan no, no de koeken en roze geuren manneskijn. Maar zo heb ik ingemaakt naar VAP. Oh, want, luku no, als je om eerlijk te zijn toch, dat vinden die mensen het vreemd. Het is mensen zo ver gegaan. Moet dat geen gewoon pierborsu. Die mensen vinden je de host nigger van de VAP. Ja. Dan raad ik die mensen aan om hun geschiedenisboeken te gaan lezen. En als je, weet je, als je die term host nigger wil gebruiken, dan ga je zien dat vaak genoeg die host nigger was, die invloed had binnen in het huis, die maakte dat die neger op het veld anders werd behandeld. En dat was ook mijn doel. Laat me je eerlijk zeggen, mijn doel was, als jij vindt dat de partij een partij is die een bepaalde etnische groep voortrekt, dan moet je juist daar zijn. Because me abafiri tak mite, tak mi bo gwedja toch? Maar famidja, dan abafiri tak mim kinky wan to sani. Da efi fin tak a partij dat na a probleem, mem go drape da kandi kande wan deal fu a oplossing. En mi mag taki, tanganu, mi na wan deal fu a oplossing. Omdat a partij ja en lakaboyja toch? Dus, en min mana eerste wan, mi no da laatste wan, steeds morgens maar is leuk aan, omdat dat echte eenheid dat na zou op van oor. Dus, maar begrijp de man, maar mij want tegen de man, dat ik van ozo bij de langa zo weet man, en nu want raam aan op het dongo gooi naar ozo, abo taan zo. Maar heb je die invloed wel? Ik geloof het wel. Het werk? Het werk. Het werk. Ik ga je zeggen, ik ben zo blij wanneer ik op goede momenten kan zitten en een klein stukje kan bijdragen in een discussie waarbij de perceptie gevormd moet worden, waarbij je misschien holistisch moet bepalen waar je als land naartoe gaat. Die samengedachte. Is dat beter? Tigri, mijn antwoord is de president. Dat komt doen samen eigenlijk. Mijn lukken niet. Spreek me toch aan. Abra, 5 jaar. Kon er iets nog niet naar UET. Hey, dat naar. En ik voel me begrijp dat hij. Dat hoor je zoiets toe. Welke functies bekleed jij allemaal? Ik ben officieel de directeur van de communicatiedienst Suriname. Ik ben de woordvoerder van de regering. En ik ben adviseur van de president. Je geeft ook advies aan de president? Er is een adviescollege. En in dat adviescollege, daar zit ik ook. Maar sana de advies, als we kijken nu naar de huidige situatie. Vind jij dat het goed gaat? Je hebt, misschien omdat ik veel informatie heb, laat me je vraag zo beantwoorden. De president zegt, weet je, hij zegt heel veel sterke dingen. Eén ding dat hij tegen mij heeft gezegd. Wat is er in mijn paniek? Amantak Elfen, je hebt paniek omdat je zo'n foto. Maar alibi is, een foto, een video.
Het is opgebouwd uit diverse momenten en een schakel, een keten van informatie. Santo, ik kon een keten benadering. Dus aan mijn tactie is hier kino, dat je begrijpt kino, maar soms is je een flits. Je is een koersverhoging, dat heb ik gedacht, ik ga dat van me doen. Maar trouwens, dat is een soorten put, die is een katak i, hoor ja. Is dat fout? Dus mijn tactie heeft mijn luka hier plaatje euro, de manier waarop we in staat zijn om onze schulden te betalen, de manier waarop we in staat zijn om onze speaking terms te zijn met onze mensen, het feit dat we dat iemand naar Nederland kan gaan bijvoorbeeld en ja, hij moet geholpen worden direct en deze regering kan zeggen hoe zit die? En dat men zegt oké, ja boom, dat begrijp ik man. Dus ook het verschil tussen leven en dood is zo groot is het vertrouwen dat er nu is in deze regering en het zal gaan alleen als de rest begreep dat het niet uitmaakt hoe we hier zijn gekomen, we moeten wel eruit leren, maar we zijn hier en we zijn samen in die boot. Dus ik voel tijd aan hoe dat allemaal hossen poer wat eruit te boten. En als je nog een hossen, je nog een rook omdat je nog een richting, dus de rustig in de boten. Wat heb je gewicht van nodig? Als je dikke dikke, dat is dan nog een spijde. Dus dat nam. Maar Elvin, so was dat jouw wens om directeur te worden van CDS? Of had je andere? Want sma betak van ja, hij wil minister van onderwijs worden, maar de man nakama poeru. Nee, vanaf het begin. Vanaf het begin? Toen ik me terug heb getrokken van de kandidatenlijst, had ik eigenlijk vanaf mijn koina partij. Eurl, vanaf fos mijn koina partij. Mijn koina partij, dan gua, una sat gostuka communicatie, omdat mijn besapta kwan die bode, sami bo aba papieren, a kennis en knowledge dat van ono. Alibi no bol ma in plan, is dat fatto. Dus 6 jaar af is die ube shikba seip sa no de. Dus toeval ne, bestaat, dis na sami bewani. En, ja, want to moro, want to tra rol be de tu, maar die mik is a keuze fu a rol, mi teka rol, dis omdat mi linktak. Dit is naar mijn aspiratie en ik denk dat dit naar mijn turn is. En lukt het daar? Hey, soms heb ik slapeloze nachten. Het is moeilijk. Ik ben in hart en zielen ondernemer. En ondernemers krijgen dingen gedaan. Ondernemers hebben een do-or-die mentaliteit. En bij een ondernemer, als het niet gaat, gaat het niet. Bijna mee de van ogo. Maar bij de overheid van ogo, dat we konden maar dat we proberen bakken. Dat stukje, ik zie dat die mentaliteit, die attitude, we zijn een jaar met elkaar bezig. Mensen begrepen dat van je. En mensen zeggen me soms ook dat ik een beetje bot ben. Daar werk ik ook aan. Maar die attitude van wafti de wafta mara, die slaan we eruit. En je ziet dat ik aan mij go. Wansan sami lobbyeren. Vanaf mijn kondrape. Ook pluimpje voor jou. Omdat, walo man betak van ibo, yo go na ki edepanya drapeer. Selletje NDP'ers, dis dat zo. Selletje Surinamers. Omdat, mino kan tak dat mi ervaar politieke tegenwerking. Kan je wang? Ik heb een bons bak van pressie, maar ik ervaar politieke tegenwerking. Ik ervaar, boy, ik heb ook weer Ruski bak. Maar lang laat daarmee go. Nee, maar moet ik kring. Ik dacht eerst in instantie die meer dat Elvin Roosevelt kon dat bij mij. Ik dacht, jezus, rancune, VAP. Dat moet ik eerlijk, maar ik heb iets anders ervaren. Je zou weer misschien gewoon flexiedirecteur en we willen je niet weg van daar. Maar misschien dat tramang, ik fight you. Heb jij dat gevoel ook dat ze van daar weg willen? Soms. Alles wat je hebt is kostbaar in de handen van mensen die het niet hebben omdat ze het heel verhaal niet kennen. The grass is always greener on the other side. Maar zolang jij de waarde kan zien van wat je hebt en je kan ermee maken wat jouw visie is en het is goed voor het land, het past in de lange termijn visie van het land, dat is dan een goeie jongen. En ik heb vier tangen ook, dat ik samen doe. Chinso chinso e pas in a lange termijn visie van kondre. En kan de we doen om chinso slow. Kan de we pota worden om chinso slow. Dus mij verontschuldiging aan het Surinaams publiek. Sa vindt dat ik ben klaar om chinso moro snel. Kan we pota worden om chinso slow. En jong. En want to bow stay next dombo etema. We klaar. Nog een laatste vraag dat we tapu. I, als blakamang naast die hun die staan, de president, nummer 1 van het land. Ervaar jij ook tegenwerking als die blakke man naast, want jangat, bij mij moet tak chan, maar we gaan beleven, we gaan zeggen de president, misdag jangat, de president, pres na sking, je vier tak de man poerief dat toe, eerlijk zijn. Er zijn veel mensen die het ambiëren, ik denk dat mannen die zouden doen tapa bankstel. Dus er zijn veel mensen die het ambiëren en ze mogen, ambitie is een gezonde zaak. Maar zolang ik de zegen van de president heb, en vaak,
is eerlijk, want daar man loopt vast aan de goa mee, dat kent u, en soms aan mij, dat kent naar principe, miserie, berik, dat kent, dat kan door die drapen toch veel. Maar, het maakt alleen maar sterker, want dan ga je terug naar huis, je teka notebook, daar schrijf je dat, je fout is, no, goed daar, bij je kon team, daar je teka, maar dat, waar heeft hij al op je vingers getikt? We waren bij Radio 10, en dat minne, vergeet je jongen. Dan, allemaal samen met een opmerking, president, samen met een opmerking, vraag aan Elvan, hij zit vlak hier, ik heb hem gezegd. Dat gelukkig niet bij dat door ons zien. Dat je heeft niet aan het door ons zien, want ik ben daarin zien. Men is daar, men is wel een toe, maar... Het was een vingerwijzing, een terechte vingerwijzing van, hey, doe better. En ik denk dat wanneer iemand je zegt, doe better, kan je horen wat je wil. Ik hoor, doe better. Mm-hmm. Shine, is dat fato? Map toestaan het ook altijd. Balance is key. Dan ga je boskopen naar lobby. If iemand tegen jou aan het in lobby, en dan loop je een beetje balans tussen sa amawani, sa yuwani, na sa mbonga, kondre, fa ika hara amawaka. Dat neng. Oké, dan gaan we afsluiten. Nog een laatste vraag dat we tap echt. Wanneer ben je zonder die panje? Ik ben vaak er zonder, maar de laatste tijd merk ik dat als ik er zonder ben, voel ik me soms een beetje... Hey, dat pas aan dit. Dus ik ben er vaak mee. En het heeft geen enkele, denk ik, spirituele betekenis waarvan ik me boos ben. Misschien in een hogere dimensie, maar ik weet het niet. Met dat kan man, maar amana, ik mag dit. En hey, if je betwijfel, epe, bakati dit. If ik mag dit, ik mag dit, boy, ik boonja. Oké, okay. We gaan beginnen met Telesuur, mijn hoofdsponsor. Bendo, je komt te snel. Ben, we moeten eten. Oké, okay, hij bepaalt nu. Ja, jij bepaalt nu wat er hier gebeurt. Smakelijk eten. Ja, het is die... Noodles, Chinese noodles met steak, ei, er moet mais en kailan tussen, maar we hebben niet gevonden. Maar dit kunnen jullie ook maken thuis, als jullie ingewonden. Dus mama noodles is niet alleen voor... Je kan een heleboel dingen daarmee doen. Ik laat me met rond bij mij gewoon. Ja man. Oké. Laat me zien. Ik geef mijn nummer dadelijk. Wat dat ging? Heerlijk. Oké. Alvin, je krijgt van Telesuur, maar hoe sponsor krijg je 50 SRD digitaal opgewaardeerd? We zijn nog niet klaar. Van Gordes en Rich, Yuna Bodo Mang, al dit hemd en broek, krijg je waardebon van €50. Je mag daar gaan shoppen. Dan zijn we nog niet klaar. Van Michi, ja maar po, van hoe doe je er? Van Michi krijg je deze gezonde mand. Mekaar een gezonde mand. Vooral met COVID. Alleen maar Surinaamse producten. Sap, yoghurt, melk. Thank you. Producten passen, Surinaamse producten passen. Even hoor. Laat me dit even pakken. En van Marion Sardines kreeg je ook zo'n pakket. Alleen maar met producten van Marion. Thank you. Je hebt broodbeleg. Je kan het met warme isabah fire alleen zitten. Mi botak dat iemand mi berikan tak kalau ding tak mi boiti tu si. No. Fire alien si mending kini nuno deh. No. So fire alien si. Daya sifat alien si smoko. Daya bongkar sardinen tapi mi Jesus. Enfi orang dua bulan handa arbeit. Kani Anders handa arbeit. Je krijgt van. Ahebi? Hoe heet het zo weer? Sibextra. Krijg je zo'n doos met eigen toch? Dat is maar voor when you. Met die ginger ale. Wat is dat? Gracias. Ginger ale. Ginger ale. We zijn nog niet klaar. Kijk, Marion geeft ook. Dit is dat van die. Dit is maar dit man een briebie toch? Kijk, dit man. Simpel geeft die mensen een zak. Een lege zak. Kijk hier, mensen. We gaan door met die Marion. We gaan door. Kijk hier, je Nyante Tamara. Ja toch. En van, deze naam, help me met die naam, want het is nieuw, maar ik kan lezen. Bushits Showroom. Bushjit. Nice. Ja, dit is speciaal voor jou gemaakt. Nice, man. Speciaal voor jou. Nice. Dan. Atta. Atta, we afsluiten met
We gaan afsluiten met Atta. Atta heeft een heerlijke shooter. Gemaakt met pommerak. Hé. Hey. Alsjeblieft, meester. Hier heb je twee sleutelangers. Met ons nummer erop. Dank je wel. Mag je altijd zo'n belletje geven als je iets wil doen. Of een cocktail. Dus het wordt helemaal aan huis voor je geliefd. Thank you, meester Atta. Alsjeblieft. Dan gaan we shotten. Dus nu zit een campagne. Ja. 1, 2, 3. Ayo. Zo, Alvin, ik ga even afsluiten. Je mag door eten. Je mag door eten, want anders wordt Bendo boos. Yes. Oké, dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Alvin Roosveld. Onthoud goed Alvin, geen Elvin. Alvin Roosveld. Die man komt van Abrabrochi, is verhuisd naar Kasabaolo. En ama mek alasan mee sa unu mek mee. Isabi wanneer isab misab desan dis tu minetak jamang isimi hoor mi mofo minetak jamang, maar soms hebben we druk. En wanneer je druk hebt, isabi dus dan tire me leg wama uit. Tipsa ya bo asprak ipsa coin say isi fevis ma de monta kangai. Ik sprak met Mikey van dress code. Me leg ama uit say de me begrijp yo. Dat je wakker zou gaan met Mikey, omdat je laat bent, omdat je naar een andere afspraak moet gaan. Dat je vijf is, maar ze heeft zo, ik tak de odi even. O, tak Tamara heeft biggie fascinator. Is dat toch? Dus ik begrijp het. Dus laten we hem even begrijpen, laten we hem dat werk doen. Laten we hem dat werk laten doen, zodat we het morgen beter hebben. Dat garandeer je ons toch? Hoe tak tak, hoe zit hij? Hoe zit hij toch? We hebben geloof in jou. Je hebt me gezegd waarom je blij bent dat ze je host nigger noemen. Ik ben niet blij, ik begrijp je. Nee, je begrijpt ze, laat me het corrigeren. Ik begrijp jullie. Dus, poes haar invloed. Mekau roko. Ja, hè? Dat is aan de city. We gaan het in die middelste camera. Mag ik het in die middelste camera doen? Oh, bij Meta gaan we die tatararantan doen. 3, 2, 1. Tatararantan. Thank you. Is de jarige, hey, is de jarige? Hey, happy birthday bro. Hey, thanks. Ja man, je hebt een chance aan. Ik hoop dat je er flink gebruik van kan maken. Hey, sorry toch, maar... Je bent de enige van zo'n cadeau gemere. Maar ik ben ook de enige hier. Hoe gaan we dit erop? COVID. Oh, hij heeft COVID niet voor gitaar zijn. Maar ik kan plaatsnemen. Wie gaat zo? Ah, ik ga zo. Thanks. Lee, ga je niet eten, Lee? Ja, dank. Er zijn verschillende gerechten. Kijk wat je lust. Boy, kom eens aan de man, Bori. Kom in, Tiki. 12 seconds later. What the fuck is that? We now want to tante. Inhate. We now want.